Bronbeek, het tehuis voor oud-kolonialen bij Arnhem. De oude keukeninstallatie gaat verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe die uit het kantinefonds van het ontvangstcentrum van het Koninklijk Nederlands Indische Leger in Austerlitz is bekostigd. Verder heeft het jonge leger voor de oude garde een grote partij levensmiddelen bijeengebracht. Als de officiële overhandiging achter de rug is, volgt een minder officieel gedeelte dat evenzeer op prijs wordt gesteld. Ieder der oudstrijders die hier hun levensavond doorbrengen, krijgt sigaren en een pakje pruimtabak. Zomaar, zonder bon. En al heel gauw zitten de oudjes lustig te danken. Thank you.